De vakcentrale C47 heeft vanmorgen op een bijzondere assemblée van de arbeid bekendgemaakt dat er een petitie ingediend zal worden tegen de wetswijziging op de staatsschuld. C47-voorzitter Robbie Berenstein zegt dat alle groepen en organisaties die zich hiertegen verzetten, verenigd zullen worden. Er komt een gezamenlijke verklaring die ingediend zal worden op de dag dat de wetswijziging behandeld zal worden. Het lijkt misschien een ver van mijn bed show, maar dat is het allerminst, benadrukt Berenstein. Zaken die zich voordoen hebben een direct effect op ons inkomen, op ons werk. Ja. En dat moet heel Libi. We zijn plotseling geconfronteerd hiermee. En we gaan even een kort verslag, een korte resume maken van de manier Fasan is begin kafesi. De eerste die daar zo'n beetje gewacht van maakte, niet zozeer gewacht van de wetswijziging, maar van dat exorbitant leengedrag van de regering, want dat na Hersani, pot in paiman op een verschrikkelijke manier. Berenstein gaf verder aan dat het vaker is gebeurd in de afgelopen jaren. De leningen zetten niet alleen ons als werkers in problemen, maar het komt erop neer dat onze kinderen en kleinkinderen deze schulden gaan moeten aflossen, zegt de C47-voorzitter. En hij moet ook nogmaals in een persoonlijk rokoman bij uiteindelijk naar Pinotekoen. Armoede, zo simpel is dat. De lening van Oppenheimer. Vervolgens zou merk, hoe merk dat hij vanuit VHP een vaststelling kon dat hij werd overdreven. En VHP, ik denk dat Gayadin, de parlementariër, dat hij een woordjaarregering. Qua PG, want die was zaak in naar PG. Dat waren de twee momenten waarbij je direct naar buiten is gekomen van hé, er is een probleem. Nou, staatsschuld. Tot zover Robbie Berenstein, voorzitter van de vakcentrale C47. Hij sprak vanmorgen op een bijzondere assemblée van de arbeid, waarbij is besloten dat er een petitie ingediend zal worden tegen de wetswijziging op de staatsschuld.